De Open Groninger Acro-kampioenschappen werden gehouden op 30 en 31 mei in de Eekstehal in Scheemda. Acrogym is acrobatiek op muziek. Wij waren erbij en zagen hoe de meisjes van onder andere Turninstituut in Scheemda en Bato in Winschoten het ervan afbrachten. Kijkt u mee? Dus jurylid, waar let u allemaal op? Nou, vandaag als artistiek jurylid let ik met name op de choreografie, op de vlakverdeling op de vloer, op de verdeling van de elementen op de vloer en op de uitvoering uiteraard, amplitude zoals Hans van Zetten altijd zo mooi zegt op de televisie. Er zijn in totaal 4 juryleden? 6. 6. 2 artistieke, zoals ik vandaag, 2 technische die op de uitvoering letten, de aftrek van de kromme armen en de benen. Dan heb je nog een hoofdjury en je hebt nog een moeilijkheidsjury die de moeilijkheidswaarde van de elementen beoordeelt. En dat is dan de uitgangswaarde, zeg maar. En de kleding en verder het uiterlijk van de meisjes, wat voor regels zijn daarvoor? Je moet als team allemaal dezelfde kleding aan hebben. Dat wordt heel streng naar gekeken. Het moet er ook allemaal netjes en verantwoord uitzien. Hoeveel meiden van jullie van Bato doen vandaag mee? Nou, vandaag weet ik niet precies, maar over het hele weekend heb ik 51 meisjes en 2 jongens. Okay, en hoe gaat dat tot nu toe? Best heel goed. Gisteren een aantal teams in de prijzen, vanochtend een team in de prijzen en nu loopt het ook lekker. Jullie hebben net je uitvoering gedaan. Hoe ging dat? Ja, het ging wel goed. Sommige dingen gingen een beetje fout, maar we staan nu tweede. Wat vond je van de uitvoering van daarnet? Ja, op zich was het geen slechte oefening, alleen het laatste standje ging mis. Die stortte in, waar ze hem 3 seconden aan moeten houden. Was het nu maar, nou hopelijk 1 seconde, maar als ze tegen zit helemaal geen seconde en dan waardeerden ze hem helemaal af. Hartelijk gefeliciteerd met de 3e prijs die jullie ze net gewonnen hebben. Was het moeilijk? Een beetje. Wat moesten jullie allemaal doen? 2 oefeningen, een balansoefening, allemaal rustige elementen en een tempo oefening met salto's.